Het zijn beroerde tijden. De 80-jarige oorlog tussen Spanje en de Nederlanden woedt in alle hevigheid. De Zeeuwse geuzen doorsteken de dijken. En van Hulst tot Beveren staat alles onder water. In dit desolate landschap ligt Verrebroek als een eiland in het water. Forten en schansen worden gebouwd en huurlingsoldaten van de Spaanse bezetter maken de streek onveilig. In het beloftevolle jaar 1648, wanneer de vrede van Münster een einde maakt aan de 80-jarige oorlog, ziet Philip Verheijen op 23 april het levenslicht. Geboren om als koewachter en boerenknecht in loondienst door het leven te gaan, ontdekt de nieuw aangestelde pastoor Jaspers als bij toeval de uitzonderlijke intelligentie van Philip. Vanaf 1670, Verheijen is dan 22 jaar, onderricht de pastoor hem tijdens de lange wintermaanden in het Latijn. Uiteraard met de bedoeling van priester te worden. Na twee winters kan Philip, dankzij de morele steun en wellicht ook met de financiële hulp van de pastoor, zich laten inschrijven aan het befaamde drievuldigheidscollege in Leuven. Na de humaniora wordt Verheijen in 1675 als voorbereiding op het priesterschap toegelaten aan de faculteit van de Artis, waar hij na twee jaar studie wordt uitgeroepen tot primus in de wijsbegeerte. Omwille van zijn uitzonderlijke studieprestaties krijgt hij kosteloos toegang tot de faculteit der godgeleerdheid in het Collegium Sancti Spiritus of Heilig Geest College. Verheijen draagt reeds het priesterkleed, de soutane, als het onheil toeslaat en hem wegens koud vuur, het vier, een been wordt afgezet. Hierdoor kan Verheijen geen pastoor meer worden. Uit bewondering voor de medische wetenschap die hem het leven heeft gered, laat hij zich inschrijven in de faculteit der medicijnen aan de Universiteit van Leuven en in minder dan 3 jaar behaalt Verheijen de graad van licentiaat en mag hij de geneeskunde uitoefenen. Maar voor Philip volstaat dit niet. Leergierig als hij is, kan hij zich niet verzoenen met de sterk theoretische boekenstudie die hij in Leuven genoot. En dus reist hij in 1682 naar Leiden, waar reeds sinds 1597 in het Anatomisch Theater ontleedkundige demonstraties op lijken van mensen en op kadavers van dieren worden gegeven. Twee bekende schilderwerken van Rembrandt van Rijn, de anatomische les van professor Tulp, geschilderd in 1632, en de anatomische les van professor Dijman uit 1656, illustreren de grote voorsprong die Leiden heeft in de ontleedkunde. Het is daar dat Verheijen in het Anatomisch Theater de lessen volgt van professor Drelincourt. Na een kort verblijf in Amsterdam bij Frederik Ruys, toen wereldberoemd voor zijn anatomische lessen, menselijke preparaten en inspuitingen in de bloedvaten, keert Verheijen terug naar Leuven. En nog in hetzelfde jaar verdedigt hij met succes zijn doctoraal proefschrift, waardoor hij aanspraak kan maken op de titel Dokter in de Medicijnen. Omwille van geldgebrek wordt het ceremonieel uitgesteld, zodat Verheijen pas 12 jaar later het bonnet der doktoren ontvangt. Dit belet niet dat hij in augustus 1689 door een speling van het lot
Philip is juist weduwnaar geworden en een schaarste aan vrijgezellen binnen de universiteit voor 6 maanden wordt verkozen tot rector magnificus. En zo is ook Philip Verheijen een van de 141 beelden van grootheden die op ons neerkijken vanuit hun nis in het Leuvense stadhuis. Onmiddellijk na zijn terugkeer in Leuven zet Verheijen zich aan het schrijven. Er zijn 5 handboeken en verschillende traktaten van hem bekend. Maar doorslaggevend voor zijn faam is zijn Corporis Humani Anatomiae, of de ontleedkundige beschrijving van het menselijk lichaam. De eerste editie verscheen in 1693. Hiervan zijn 21 uitgaven bekend, waaronder 3 Duitse vertalingen en 1 Nederlandse vertaling door Andreas Dominicus Sassenus. Verheijen moet dag en nacht hebben gewerkt. Stel u voor, hij schrijft verschillende anatomische handboeken en tekent eigenhandig de talrijke beeldplaten gebaseerd op eigen waarneming en experimenten. Hij verzorgt de zieken en hij voert een drukke briefwisseling met tijdgenoten. Want hij zag hoe vele zaken die in de beesten bevonden worden, zonder enig onderscheid aan de mens toegepast zijn. Een geneesheer moet de mens op de mens zelf bestuderen en kritisch wetenschappelijk het empirisch onderzoek nastreven. Ik heb de gewoonte in de ontleedkundige zaken van aan het gezag van andere schrijvers minder geloof te geven als aan mijn eigen ogen. Verheijen's naam is voor altijd verbonden aan zijn beschrijving van de nier. De aders en slagaders, uit het binnenste voortkomende en haar taxkens, omtrent de uitwendige oppervlakte, overal verspreidende, vertonen op veel plaatsen gelijk sterkens. De sterren van Verheijen zijn voor altijd gekend in de medische wereld. Het is ook Verheijen die als eerste de naam Corda Achilles gebruikt, genoemd naar de Griekse mythologische held en grootste krijger aller tijden. Achilles wordt gedood door Paris, een prins van Troje, die hem een giftige pijl in zijn kwetsbare hiel schiet. En zo spreekt heel de wereld over de Achilleshiel en de Achillespees. In 1862 ontdekt Verrebroek de grootste van zijn telgen. Bij de stichting van de oudheidkundige kring van het land van Waals wordt een bronzen borstbeeld van Philip Verheijen ingehuldigd. Verrebroek, het Verheijendorp, waar de inwoners trots de spotnaam De Flippen dragen en waar men tot in 2005 in het dorpscafé nog een flip schenkt, heeft veel te danken aan de nu koninklijke oudheidkundige kring van het land van Waals, waar men over niet minder dan 7 boekwerken van Verheijen beschikt. De geestelijke nalatenschap van Verheijen wordt hier met zorg gekoesterd. Bij het binnenkomen worden we uitnodigend aangekeken door een gipsen repliek van de bronzen Verheijen. En zorgvuldig bewaard achter glas ontdekken we nog de lauwerkrans met het lint Hulde aan Verheijen van 24 augustus 1862.